congres ook van mijn kant. Voor degenen die er vanmorgen om 9:30 nog niet waren, welkom hier. En u bent inmiddels met bijna 650 mensen. En ik moet helaas één lid en wel een erelid hier verontschuldigen. Hans van Mierlo vond het heel jammer dat hij hier niet kon zijn. Maar zoals u wellicht heeft gelezen, heeft hij een ongelukje gehad en kon daardoor niet hier zijn. Er ligt wel voor u allen straks bij de receptie een hele grote kaart waarop u hem allemaal beterschap kunt wensen. Dus als u daar met z'n allen een handtekening onder zet, dan moet dat voor hem toch een gevoel geven alsof hij hier is geweest. Democraten, het beste advies dat ik ooit kreeg, en het was van iemand die geloof ik hier in de zaal zit: Ingrid, als je echt wil dat er wat verandert, zul je dat vooral zelf moeten doen. En democraten, dat moet ook de boodschap van D66 zijn. Wij moeten mensen ervan overtuigen dat als we echt willen dat het anders gaat, ze zelf ook wat moeten doen. En naast zijn verhaal, zijn bindend leiderschap, heeft ook de manier waarop Barack Obama mensen aan zich heeft gebonden, bijgedragen aan zijn succes. Vanaf het begin mensen ervan overtuigen dat er alleen iets verandert als je zelf ook bereid bent een bijdrage te leveren. Democraten, al jaren daalt het aantal leden van politieke partijen. En er bestaat de neiging om dat als een onomkeerbare trend te zien. Wij kunnen laten zien dat dat anders kan. Sinds de laatste verkiezingen groeide het aantal betalende leden van D66 met bijna 50%. En het is natuurlijk een fantastisch resultaat. In dit tempo halen we onze doelstelling van 15.000 leden in 2010 natuurlijk makkelijk. We hebben nu de kans de lat wat hoger te leggen. We zien dat steeds meer mensen bereid zijn ons actief te steunen. En dat kunnen er nog veel meer worden als u zich daarvoor actief gaat inzetten. En dan heb ik nu even wat rapportcijfers. Op dit moment is Deventer de snelst groeiende afdeling. En ik hoor dat ze er zijn. Zij groeiden dit jaar met meer dan 50%. Op de tweede plaats komen de afdelingen Alkmaar en Parkstad Limburg, die beide met meer dan 40% groeiden. En voor de afdelingen die het wat minder deden, zie dit als een aansporing. Voor veel van wat wij doen, zijn we afhankelijk van vrijwilligers. En het doet mij enorm veel goed dat wij op steeds meer vrijwilligers kunnen rekenen. Ik zie vrijwilligers van Veendam tot New York nieuwe afdelingen oprichten. Zonder u lukt ons dat niet. En ik wil hier vandaag één vrijwilliger in het bijzonder bedanken. En dat staat dan voor de dank die ik aan alle vrijwilligers heb. Maar die ene bijzondere die ik wil bedanken is Ad van Vught. Ad, ik weet niet waar je zit. Daar. Ik weet niet precies hoe je het altijd doet, maar je weet iedere keer weer bijzondere mensen te strikken voor D66... om mee te denken met de programcommissie. En je komt steeds weer met inspirerende en verrassende ideeën. En daarnaast ben je ook nog actief in je eigen regio. Heel veel dank daarvoor en ik verwacht nog veel meer van je. Het landelijk bestuur neemt vandaag ook afscheid van een paar vrijwilligers. Mark Sanders, die vorig congres aftrad als lid van het LB en die als jonge hond in het LB vaak zorgde voor een hele verrassende insteek. Mark, bedankt daarvoor. Rogier Seinstra, die als voorzitter van de LVC menig verkiezing in goede banen heeft geleid. Hij maakt vandaag voor het laatste uitslagen bekend. Ik geloof dat hij nu nog zit te tellen, maar geef hem daarvoor straks een heel warm applaus. En Carlo Strijk, die door ziekte helaas niet aan zijn klus kon beginnen. We hopen hem gauw terug te zien. 2 weken geleden hadden we in Utrecht een nieuwe ledendag. En dat betekent tegenwoordig dus een volle aula in het academiegebouw.
Waarom werden die mensen lid? Ik hoor twee dingen. D66 neemt stevig stelling tegen populisme. We blijven het redelijk alternatief. D66 durft ook impopulaire voorstellen te doen, als die nodig zijn om vorm te geven aan onze toekomst. De verhoging van de AOW-leeftijd, de hervorming van de arbeidsmarkt en van de woningmarkt. Wij zijn niet bang voor de toekomst en verstoppen ons niet achter oude zekerheden. Democraten, meer dan ooit vraagt de naaste toekomst om moed. De financiële crisis, de energiecrisis, de voedselcrisis, je kunt er somber van worden. En er zijn ook veel mensen die dat aan de lijve zullen ondervinden. Maar het kan en moet ons ook aansporen op zoek te gaan naar nieuwe evenwichten, naar een nieuwe balans, tot de bereidheid te hervormen. Juist vanuit het besef dat bestaande arrangementen niet meer zullen voldoen. Maar juist dat besef moet leiden, zeg ik ook tegen het CDA, dat vandaag in Utrecht congresseert, tot de bereidheid echt met die hervormingen te komen. Want het slechtste wat ons in deze tijd kan overkomen, is dat we na de golf van cultureel populisme, die geloof ik nu wel haar beste tijd gehad heeft, vervallen in economisch populisme. Waarbij bovenal wordt vermeden voorstellen te doen die niet meteen op applaus bij de eigen achterban kunnen rekenen. De eerste tekenen van het economisch populisme zijn al zichtbaar. De VVD die acties voor lagere brandstofprijzen omarmt, alsof er geen energiecrisis is. En het CDA dat maar blijft volhouden dat er geen noodzaak is te komen tot hervorming van de arbeidsmarkt. De Partij van de Arbeid die achter de SP aanholt als het gaat om het behoud van bestaande zekerheden. Het zijn allemaal vormen van economisch populisme. Doen alsof alles wel bij het oude kan blijven. Juist deze tijd waarin de economie op haar grondvesten staat te schudden, noodzaakt tot verandering. Maar daar heb je wel moedige mensen voor nodig. Een toekomst bouw je niet op een ondergrond van stroop. Mensen zoeken naar houvast. Dat bied je niet door te doen alsof in een wereld die razendsnel verandert. Door te doen alsof je veranderingen bij de grens kunt tegenhouden. Van 2002 moeten we toch geleerd hebben dat doen alsof op een gegeven moment in je gezicht ontploft. D66 durft te benoemen dat we in onzekere tijden leven. We durven benoemen dat het anders moet. Dat noem ik perspectief bieden. Dat de kredietcrisis mede het gevolg is van een aantal excessen in het vrije marktdenken, wordt geloof ik door niemand meer bestreden. Het is een schoolvoorbeeld van hoe een ideaal, de vrije markt, bij sommigen verworden was tot een ideologie, tot een geloof. Waar ideologie het denken overneemt, verliest altijd de werkelijkheid. D66 zei altijd, markt waar het kan, overheid waar het moet. En het evenwicht tussen die twee is nooit een statisch gegeven. De vrije kapitaalmarkt heeft een sterke overheid nodig. En het was die combinatie die niet meer in balans was. Als we niet uitkijken, slaat straks de slinger weer door naar de andere kant. En gaat het geloof in de maakbaarheid van de samenleving het zicht op de werkelijkheid weer ontnemen. De SP lanceerde 30 voorstellen om de gevolgen van de financiële crisis het hoofd te bieden. Daarbij schrijven ze, en ik citeer, in deze crisis wordt eindelijk weer erkend dat de overheid niet het probleem is, maar de oplossing. En de ChristenUnie gelooft zelfs dat je met staatssteun een huwelijk kunt redden. Laten we ons nu vooral niet te veel laten meeslepen in de misplaatste euforie over succesvol ervaren overheidsingrijpen in het financieel systeem. Laten we wel heel wel overwogen op zoek gaan naar een nieuwe balans. En laten we ons realiseren dat die zoektocht ook kansen biedt. Bijvoorbeeld als het gaat om duurzaamheid. Daar moet de overheid juist de richting durven geven aan investeringen van energiebedrijven, zoals Jan Terlouw vanmorgen zei. Juist omdat het daarbij gaat om investeringen die op korte termijn wellicht minder rendabel zijn, maar voor onze toekomst onmisbaar. Europa moet van het nationale erf af.
Met die woorden hoorde ik begin september iemand zich kandideren als lijsttrekker voor het Europese parlement. Dat is er geen van ons, dacht ik meteen. Het bleek om een Partij van de Arbeider te gaan. En hoe genuanceerd wellicht ook het verhaal achter die leuze, met de keuze voor die woorden laat je wel zien op welk sentiment je probeert mee te liften. En je moet dan ook niet klagen als die de nuance in je verhaal overschaduwen. Ik verwacht van een Europees lijsttrekker, zelfs van die van de Partij van de Arbeid, dat hij juist de moed heeft dat soort sentimenten te weerspreken. Ook als het gaat om Europa lost populisme niks op. Straks maken we bekend wie onze Europees lijsttrekker is geworden. En congres... U heeft wel eens grotere verrassingen gehad. Eén ding weet ik dan ook zeker. Onze lijsttrekker zal er niet omheen draaien. Europa kan en moet beter, maar wel omdat onze toekomst daar ligt en niet in het omheinen van het nationale erf. Eén ding viel mij de afgelopen weken wel op. De euroceptici zijn opvallend stil. Want niemand had er in de afgelopen weken aan moeten denken dat er geen Europese afstemming of coördinatie was geweest, laat staan dat er geen euro was geweest. Deze tijd van crisis biedt dus ook kansen voor Europa. De kans om zichtbaar te maken dat we niet zonder Europa kunnen als het gaat om het aanpakken van grensoverschrijdende problemen. Maar ook in Europa moeten wij ervoor waken dat de balans niet doorslaat. Democraten, ik wil het met u vandaag niet alleen hebben over kwantiteit, maar ook over kwaliteit. Bij de verkiezingen van 2009 en bij de verkiezingen van 2010 en bij de verkiezingen van 2011 gaat het mij om meer dan alleen zetels. Maar had ik deze keer al gezegd dat het er wel minimaal 2 keer zoveel moeten worden overal? Maar het gaat mij wel om kwaliteitszetels. Deze zomer verscheen een onderzoek van het CBS waaruit bleek dat het cynisme over de politiek weer was gegroeid. En ook dat is een trend waar wij ons niet bij mogen neerleggen. Ik geloof dat er maar één medicijn is tegen dat cynisme. En dat medicijn heet kwaliteit. D66 moet de ambitie hebben de beste mensen te leveren. Het woord kwaliteit moet aan ons kleven. Dat is de enige manier om niet alleen winst te boeken, maar die winst ook vast te houden. Dat vraagt van ons als partij wel dat we een slag maken. Want helaas gaan in de politiek ambitie en talent niet altijd gelijk op. En het is nooit leuk om te horen dat je talent niet spoort met je ambitie. Maar we moeten dat wel bespreekbaar maken. We bewandelen als landelijk bestuur 2 sporen om te werken aan kwaliteit. In het komend jaar zullen we een heel pakket aan scholing en training aanbieden voor aankomend raadsleden. En ik weet dat deze D66'ers vaak moeite hebben met van bovenaf opgelegde verplichtingen. En die eigenwijsheid siert u. Maar iedereen die in 2010 raadslid wil worden, moet die training volgen. Alleen zo kunnen wij kwaliteit waarborgen. En wie denkt dat hij niets meer te leren heeft, heeft sowieso een probleem. Naast scholen gaan we ook scouten. We gaan actief op zoek naar mensen die van binnen en buiten D66, die vanwege hun talent of hun ervaring van bijzondere betekenis voor D66 kunnen zijn. Als volksvertegenwoordiger, bestuurder of anderszins. Ja, en dat betekent dus een vorm van selectie. U moet zich realiseren dat de helft van onze leden minder dan 5 jaar lid is. En als u uw best doet met de ledenwerving, zal dat percentage alleen maar groeien. Dat betekent ook dat we elkaar wat minder goed kennen en actiever op zoek moeten naar talent. Over de wijze waarop we dat aanpakken kunt u alles in de Democraat lezen die onlangs in de bus heeft gekregen. En ik ben trots dat we Arjan van Gils, de gemeentesecretaris in Rotterdam,
bereid hebben gevonden hierin het voortouw te nemen. Zorgen voor kwaliteit betekent ook, en dat zeg ik vooral tegen mezelf, beter zorgen voor de mensen die zich jarenlang voor de partij hebben ingezet. Uit het zicht, uit het hart, is helaas ook bij ons te vaak voorgekomen. Voor het geval u het niet in de gaten had, over een week kunt u al naar de stembus. Van 13 tot 25 november kunt u stemmen voor de waterschappen. Ook D66 doet daaraan mee, niet zelfstandig, maar in een groene combinatie, water natuurlijk. Onze eigen Jan Terlouw is daar ambassadeur van. En aan deze combinatie doen onder meer ook mee de Vereniging Natuurmonumenten, de Provinciale Milieufederaties en de Waddenvereniging. Gezamenlijk zijn de deelnemende organisaties goed voor 2 miljoen leden. Ik maak graag van deze gelegenheid gebruik u op te roepen te gaan stemmen en dan wel op water natuurlijk. En op vrijwel alle 26 lijsten vindt u D66'ers. Op 19 november aanstaande gaan Bennebroek en Bloemendaal al naar de stembus. En als we in 2010 overal met zoveel inzet campagne voeren als daar, heb ik alle vertrouwen in de uitslag. En ik wens Alice Jeltes en haar team daar een hele goede uitslag toe. Congres, het gaat goed met ons. We hebben een agenda en steeds meer mensen die zich actief voor ons willen inzetten. Maar we hebben ook nog een hele lange weg te gaan om die agenda te realiseren. En op die weg zullen ook tegenslagen komen. En soms zal het even wat minder gaan. Laten we dan ook van ons verleden geleerd hebben dat we ook dan elkaar blijven vasthouden, maar bovenal blijven vasthouden aan ons eigen verhaal. Democraten, tot slot, op uw stoel lag een pakketje en het zal inmiddels bij velen eronder liggen of inmiddels weg zijn, maar dan kunt u er bij de balie wel een nieuw krijgen. Dat pakketje moet u meenemen. In dat pakketje zitten kaarten voor het werven van nieuwe leden en voor het werven van vrienden van D66. En dat is nieuw. Hoe word je vriend van D66? Heel simpel, door geld over te maken. We hebben gemerkt dat er mensen zijn die het lidmaatschap van D66 een te grote stap vinden. Maar ons wel een warm hart toedragen en dat warme hart graag willen omzetten in steun. Nou, die mensen komen nu tegemoet. Aan u de opdracht, neem de kaarten mee en zorg dat wij ze ingevuld terugkrijgen. Gewoon al die mensen die u bekennen, dat ze eigenlijk ook een D66 zijn, zo'n kaart onder de neus duwen en ter plekke laten invullen. Als deze hele zaal dat doet, betekent dat meer dan 3000 nieuwe leden en nog eens 3000 vrienden. Want die peilingen zijn leuk, maar ons draagvlak is steviger als mensen ook actief ja zeggen tegen D66. Als ze niet alleen zeggen op ons te willen stemmen, maar ons ook echt willen steunen. En we kunnen hun financiële bijdrage, u heeft vanmorgen de begroting gezien, goed gebruiken. Zonder leden, zonder vrienden, geen partij. En deze partij blijft hard nodig om iedere keer opnieuw te laten zien dat democratie nooit af is. Dat je daarin blijvend moet willen investeren. En ik heb er een hard hoofd in dat we daar dit kabinet nog van gaan overtuigen. Als we willen dat er wat verandert, zullen we het vooral zelf moeten doen. Dank u wel.